Ik ben hier in het Dolfinarium, het ultieme gezinsuitje. Na een moeilijke afweging hebben mijn vriendin en ik hebben wij besloten om de komende jaren en ons leven meer prioriteit te geven aan ons privéleven. De komende jaren wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden. Hoe zit het eigenlijk met het gezinsleven van die BN'ers? Dat ga ik vandaag testen. Ik heb Robert Schumacher gezien, met zijn buitenechtelijke kind. We're a happy family. Ja, leuk gezinnetje daar zeg. Hoe zit het nou precies? Nou ja, Wie is mijn zoon uit mijn eerste huwelijk. Livia is mijn dochter uit mijn tweede huwelijk met Claudia. Dat ben jij, hè, Livia? Ja. Ja. Dat is Livia, dat is Claudia. Hallo. Ja. En dat is Angelica, mijn dochter van Anja. Maar het is deze week bekend geworden toch, dat jij Ik heb zelf, ben er zelf mee naar buiten gekomen. En waarom, wat was de reden? Nou, het is voor mijn kinderen beter. Ze moeten niet met geheimen rondlopen. Dat is niet goed voor een kind. Hoe vind je het, wat deze week naar buiten is gekomen? Nou ja, ik vind het wel een beetje fijn dat ik het nou niet meer geheim hoef te houden. Wat vind je nou het allerleukste? Nou, dat hij vrijkaartjes krijgt. Dat vind ik een hele leuke eigenschap, dat je altijd vrijkaartjes krijgt. Je hebt toch helemaal geen kinderen? Nee, maar daarom mag je wel gek op Louvain zijn. Jij bent wel een leuke vader. Vind je? Dat denk ik wel. Nou ja, ik wil je al adopteren, dat hoeft niet. Je hebt een vriendin toch, een vrouw? Had ik, ja. Ik ben eigenlijk mijn familie kwijtgeraakt doordat ik gewoon alleen maar door bleef werken. Een plaat voor mijn kop had, misschien een hele dikke oranje plaat. Maar het is gewoon mijn... Ja, ik ben alles kwijtgeraakt daardoor. Want als je dan s'avonds alleen in je bedje ligt, of je zit alleen in je auto overal naartoe, dan mis je toch wel veel dingen. Maar wat zal Angelica laten worden? Ik geloof niet dat ze daar al op dit moment gedachten over heeft. Wat wil je laten worden als je groot bent? Tekenares. En papa wist het niet. Tekenares. Eigenlijk moet je als vader wel weten, hè? Ja, dat ben ik met je eens. Wat denk je dat Angelica jouw slechtste eigenschap vindt? Ik kan er wel eentje verzinnen, maar het is aan jou. Nou, misschien dat ik het te weinig zie. Wat vind je het minst leuk aan papa? Dat hij nooit op tijd is. Ja, dat ben wel vaak te laat. Dat is ook een slechte eigenschap. Nog een vraagje. Als jij nou thuis komt en na een lange dag werken... Ja, je hebt twee keuzes. Je gaat of even met je vrouw naar bed, of met de vrouw naar bed. Of je gaat je dochtertje voorlezen. Nou, dat is altijd. Wat kies je dan? Dochtertje voorlezen, dat is makkelijker. Ja, absoluut. Kinderen gaan altijd voor. Leest papa een beetje vaak voor? Nee. Kijk, daar staat Anouk Smulders en daar staat een man. Nou, een lekker gezinnetje. Anouk! Wat is dit nou? Je bent hier met het gezin gezellig naar het Dolfinarium. Ja. En dan staat je man daar een beetje foto's te maken altijd, en jij zit hier... Dat weet je toch? Ja, werk is werk, hè? Dus dan gaan we even samen op de tribune en dan is het snel weer een paar foto's maken. En dan is het gezinsleven weer voorbij. Je vrouw, wat vindt u jouw slechtste eigenschap? Denk mijn je? Slechtste eigenschap? Nee. Onattentheid, denk ik. Wat heel veel mannen hebben. Niet attent zijn. Geen bloemetje mee. Niks, helemaal niks. Dat is heel goed. 100 punten. Dan ben ik best van aan het werk. En dan kom je thuis. Dan kan je twee dingen doen. Je kan of... Axel een mooi boekje voorlezen, Pinkeltje, ik noem maar wat. Of je kan even met je vrouw de koffer induiken, de klapschaats induiken. Uh-huh. Wat doe je dan? De koffer induiken zou ik het liefst altijd wel willen. Maar meestal draait het op het eerste uit. Dat is als je kinderen hebt. Papa Henk. Hey, ik kom van man. Ja, ik moet wel even naast je zitten natuurlijk. Je mag op mijn schoot zitten. Hier heb jij die tatoeage van mijn vrouwtje, van mama. Ja. Ja, dan moet ik op de rechterborst moet natuurlijk deze jongen. Ja, daar kunnen we over praten natuurlijk. Mag ik zien hoe het er nu uitziet? Dat is een hondje. En aan de andere kant. Ja, dat word jij dan. Ja, mag ik kijken hoe dat... Er zit nog niks. Maar dat kom jij. Maar dan kom ik. Jij bent druk aan het werk. Als je dan terugkomt van je werk, wat gaat er dan voor? Of je nou je zoontje voorleest of seks met je man? Ja, dan gaat toch echt het zoontje voorlezen voor. Ja? Ja. Kijk, seks met mijn man kan daarna nog. Lees mama een beetje vaak voor? Ja. Ja? En wat gaat mama na het voorlezen doen? Gaat ze naar bed? Ja. Nou, die klopt wel feilloos. Ja, het klopt ook helemaal. Denk je dat je je gezin door en door kent? Ik mag het wel hopen, ja. Waar wordt jouw vriendin niet vrolijk van? Mijn vriendin wordt niet vrolijk, even kijken, als ik haar tandenborstel gebruik. Zijn rommel niet opruimen. Ja, het was de tandenborstel.
Jij schrijft niet. Jij schrijft nee, niet. Dat is inderdaad één punt wat ik inderdaad helemaal niet leuk vind. Nee. Wat is het dan? Maar Rob, dat is toch ook heel onhygiënisch. Als jij gewoon de tandenborstel gebruikt van je vriendin. Ja, nou ja, ik vind dat als je alles met elkaar deelt, dan maakt het niet uit die tandenborstel. Ja, goed, dat kan ik officieel niet, hè? Toch? Of kan dat wel? Jij hebt er stand van. Ja, in het kader van hygiëne, ja, vind ik thuis dat het wel kan, maar buiten de deur niet. En wat is dan het grootste dat Rob heeft bereikt? Nou, dat hij toch bezig is met zijn eigen tent. Nu kloppen. Oh, eigen tent, vertel. Oh, ze hebben scoop. Oh, Rob, hoe zit het met je eigen tent? Vertel eens. Nee, ze bedoelen mijn tent thuis. Gewoon, weet je wel? Gewoon naar mijn tent in de tuin. En je gaat een eigen restaurant, hoe nee, zit het? Nee. Gewoon een tent in de tuin. Gewoon, Kom op, Rob. Kom op. Ga je het anders tegen shownieuws vertellen? Nee, wie weet ooit, joh, maar. Ik loop nog niet, joh. Ik ben zo druk. Het gezin van Rob Geus, dat is echt een hecht gezin. Rob neemt de papadag en begint een eigen tent. Toch, Rob? Nee, ik begin een tent in mijn tuin. En begint de tent in zijn tuin. Met het gezinsleven van de BSTBN'ers zal het wel goed. En het dagje Dolfinarium doet zichtbaar wonderen. Behalve bij Johan Flemmix. Die zou beter meer tijd kunnen steken in het zoeken van een gezin.